Ja, nou begint. Nou mag het? Oké, mag het. Vertel maar eerst maar wie je bent. Oh, ik ben Nanda en ik kom uit Alphen aan de Rijn. Mm-hmm. En ik heb jou gevonden op huis. Ja. En dat vond ik gewoon leuk. En daarvan, ik kreeg van jou een mailtje van de week en dacht, nou daar ga ik naartoe. Ja. Dus hier ben ik. Ja. Ja, en jij was benieuwd wat mijn sleutel is. Ja, wat is de betekenis voor jou, de sleutel? De sleutel. Ja, voor mij is het gewoon acceptatie. Dat is de sleutel. Maar ik weet niet of dat het juiste antwoord is op jouw sleutel, Huis. Maar wat herkende je in de sleutel die ik verwoord heb eigenlijk? Wat er in de sleutel staat. Nou ja, dit is ook vooral blijven bij jezelf. Mm-hmm. Ja, dat komt meestal overeen. Maar ik lees niet alle verhaaltjes. Wel, dat sommige. En ik weet dat ze kloppen. Ja, ja. Want dat kan ik wel voelen, want het stroomt door. Ja. En dat is ook wat ik graag wil, doorstromen. Ja. Niet meer vast blijven staan, gewoon lekker enthousiast door het leven heen. Ja. 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 Met vastberadenheid, met kracht, met moed, met mezelf. Ja, dat is de uitdaging die je zelf nu geeft? Of? Dat is mijn uitdaging. Ja. Ja, absoluut. Het thema van je leven, van is dat een nieuw thema? Of? Ik denk dat hij er altijd al heeft gezeten, maar ik ben nu bewuster. Nu kan ik daar beter mee omgaan. Ik ben mezelf aan het leren kennen. Ja. Ik ben mezelf aan het opdiepen uit al die stoflagen die er overheen zaten. En dat is iets wat al een heel aantal jaren bezig is? Of dat is iets nieuws? Van dat echt jezelf? Eigenlijk is denk ik al heel lang bezig. Ik durfde het nooit zo in te gaan staan. Ik wist niet wie ik was. Ik begin al pas echt te voelen. Ja, dus dat is voor mij zijn leven helemaal nieuw. Ik sta er eigenlijk nog in als een kind die een heel nieuwe wereld ontdekt. Van, oh, ik mag er zijn. Ja. Ik mag ook mijn meningen hebben. Ik mag ook zijn wie ik ben. Ja. Mezelf goedkeuren. Ja. 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 En dat vind ik heel belangrijk. Ja. En als je dat allemaal kan, kun je het ook gaan uitdragen. Ja. En dan kun je ermee de wereld in. Dan kun je andere mensen aanraken. Ja. Dus ja, mijn sleutel is eerst mijn eigen hart openen. En dan... Dan gaat de rest vanzelf. Ja, gewoon met het hart meestromen. Ja. Ja, en zo ben je naar hier toe gestroomd. Ja, ik ben hier naartoe gestroomd. Ja. En ik denk, dit hoort er ook bij. En wil je daar nu, je hebt hier allemaal iets gedaan met stenen aanmaken en stenen uitmaken en mensen aanmaken. wil je daar iets over delen? Nou, ik heb ooit een training gehad voor Shambhala. Mm-hmm. En daar heb ik ook leren edelstenen of noem die kristallen leren voelen. Mm-hmm. En een affirmatie bij gekregen om ze zeg maar te activeren, om het mooi te zeggen. Mm-hmm. Ik zeg altijd aanzetten. Ja, ja. Ja. En ja, dat heb ik vandaag gedaan hier ook met een aantal mensen. En die konden het voelen, het verschil tussen een steen die uit is en een steen die aan is. Ja, dat was mooi. Ja, ja. Ja, en dat vind ik dan leuk als dat gebeurt. Ja. Daar ben ik ook een beetje blij van. Ja. En bij mensen deed je ook... Ik heb een korte healing gedaan. Ik noem het zelf even turbo healing, want ik weet de juiste naam niet meer. Die heb ik pas geleden geleerd. Het is eigenlijk heel makkelijk. Verbinden met de bron en het goede manier doorstromen en ploep. En dan weet je ook wanneer het afgelopen is, hè? Want de energie houdt op als het klaar is. Ja. En deze dingen die doe je nog maar heel recent? Of dit is iets nieuws voor je? Nou, niet helemaal. Ik bedoel, ik ben al een hele tijd bezig met spiritualiteit. Mm-hmm. Ook al een aantal jaren. En ik ben begonnen, minstens 10 jaar geleden. Heb ik een shamanistische training gehad. Van een paar avonden, of zeg, 6 weken eigenlijk. Mm-hmm. En dat heeft me toch een tikkie aangezet. Zoals ik dat maar noem. Ja, ja. Ja, en toen kwam ik bij een lichtwerkersgroep. En toen ben ik van alles gaan doen. Een reiki cursus gevolgd. Toen ben ik de Shambhala gaan doen. Dat heb ik 2, 3 geleden gedaan. En nu zit ik op de opleiding voor spiritueel genezer. En dat brengt me heel dicht bij mezelf. Een uitdaging. Je komt zoveel rotzooi tegen van jezelf. Maar ook hele goede dingen. Ook de positieve dingen komen naar voren. En dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Ja, 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 ja. Daar komt dan ook ruimte voor al het moois wat je in je hebt. Ja. Ja, ik begin meer te bloeien. Ja, gewoon spontaan wat er maar ontstaat, dat ik durf toelaten. En het herkennen ervan, hè, en het erkennen. Ja, ja, ja. Van, oh ja,
dat kan ik. Ja. Ja. Ik heb wel wat te vertellen. Ja. Ik zit in die stoel. Ja, dat kom ik in. En dan kom ik op internet. Oh, okay. Ja, pas maar op dat het geen hit wordt. Een heleboel hits. Ze noemen ze dat ook. Want hoeveel hits heb ik gehad? Nou. Ja, dus dat had ik eigenlijk even te melden. Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel.